Dus ik heb de Pinot Gris mee van het domein Montenberg bij Jean-Pierre en Edouard Six zitten we. Beetje de pioniers van de Heuvelandse wijn die in de jaren 90 het aangedurfd hebben om in het wijnavontuur te stappen in onze regio. Pinot Gris heeft een lichte, doorschijnende kleur, heeft niet zoveel kleur in het glas. In de neus is die wel iets aromatischer, het is heel, heel expressief. Het is een heel frisse en attractieve witte wijn, omdat die ook heel veel expressiviteit heeft door dat fruit. Dus het kan perfect genoten worden als een glaasje op zich bij het aperitief met een aantal kleine hapjes. Of ik zou het ook graag combineren met een aantal frisse salades.